beginnen. Voor gaan lezen. Pak even die hoek mee om te beginnen met een vraag. Dat is wie degene is die het beste er in de hele wereld in geslaagd is om erfgoed, om oude spullen spannend te maken. Ik heb een Malapietje. Ik heb een paar moeder bij deze groep mensen het eerste Indiana Jones op. Dus en de bovenaan. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld voor hoe iets wat, ja, wat is er eigenlijk, wat zie je nou helemaal? Een paar oude kerkers, gebouwen, wat nagelaten, in de laatste zijn gewoon nagelaten glazen schepel, geloof ik. Maar het wordt pas interessant door hoe je ernaar gaat kijken. En dat vind ik dat die serie heel mooi laat zien. En hij laat ook trouwens voortdurend die overgang zien tussen een beetje een saaie professor in de archeologie aan de ene kant en een avonturier aan de andere kant. En dat is denk ik onderligt een beetje het onderwerp van de hele van de serie die jullie gemaakt hebben en van de hele sessie van vandaag. Alleen bovenaardse wezens en zo, die bestaan natuurlijk niet. Of tenminste, laat ik voorzichtig zijn, ik spreek niet namens de regering. Want marsmannetjes bestaan niet. Dus wat dat betreft moet het op een andere manier interessant worden dan door buitenaardse leven, zoals bij Indiana Jones. En dat is denk ik wel omdat erfgoed, zoals het dan officieel heet, toch invloed heeft op je dagelijks leven. Ik heb de hele dag vandaag in een, daar was ik ook wat laat, want het liep uit, heb ik in een monument gezeten. En dat is het Binnenhof. We hadden een vergadering die vanochtend vroeg begon en doorduurde tot, nou ja, wat is het, 20 minuten geleden. En ik had al zitten sms'en van, ik kom wat later, gaat het nog goed, met een sms te ze terug. Want we zitten wel te sms'en in de ministerraad. Toen sms'en ze terug, nou loopt hij ook een beetje uit. Dus dat kan ik kwaad. Maar dus als het dan lang duurt, dan loop je even naar het raam. En dan kijk je eens uit over de Hofvijver. En dan zie je in de verte, je kunt het van die hoek net niet zien, maar van de andere kant kun je dan de gevangen poort zien, waar de gebroeders de Wit zijn vermoord. En dan weet je die hele geschiedenis van een paar honderd jaar democratie op die plek. En ik denk dus dat het toch een heel klein beetje uitmaakt in hoe wij daar als regering dan zitten te werken. Dat het anders is dan wanneer je in een efficiënt kantoorgebouw ergens in een buitenwijk zou zitten. Omdat je toch iets meer het gevoel krijgt van, ja, maar het is niet zomaar een vergadering hier. Wij dragen het land. Wij zijn erfgenamen van honderden jaren democratie op deze plek. Dus dat was even de associatie die ik had van een voorbeeld hoe de gebouwen waar je in zit en de omgeving waar je in zit bijdragen aan de manier waarop je in je leven staat. Niet zozeer door het gebouw, omdat het een mooi gebouw is, maar omdat het gebouw draagt iets van geschiedenis in zich. En dat is ook bij Indiana Jones. Kijk je gewoon een piramide. Als je een nieuwe piramide zou bouwen van bakstenen, ja, wat is er dan eigenlijk interessant aan? Maar die wint een deel van zijn waarde, omdat je weet dat zo'n piramide, nou ja, wat is het, 3000 jaar oud is. En wat er allemaal voor eerder is gebeurd en hoe die gemaakt is. En dat er misschien duizenden slaven zijn gestorven bij het aanleggen van die piramide. Ik bedoel, dat is erg trouwens, maar ik bedoel, dat draagt wel bij, aan het beeld. Het is natuurlijk wel een hele uitdaging om oude gebouwen, erfgoed, voor jongeren interessant te maken. En de vereniging zoals Heemschut en andere verenigingen die zich bezighouden met erfgoed, daar zie je toch, kijk even goed rond dat ik niemand beledig, maar veel ja, oudere mannen met ringbaardjes, als ik nog maar zeg, als gemiddelde bezoeker. En dat gaat natuurlijk op de duur niet goed. Want om twee redenen, ten eerste, dat is, ik zie dat hij een baard heeft, maar geen ringbaardje. Nee, maar ik ga ook door met zo'n groen petje in zijn jasje, met van die knopen van herten. Jullie hebben een televisieserie gemaakt van 8 afleveringen van 25 minuten. Marjan uit Amsterdam, dat zijn ze er al bij. Ik vraag wat ben je, zeg ook Amsterdam of het zijn er net? Ja. Mitchell uit Rotterdam, Rantje uit Den Haag en Mo uit Utrecht. Er worden nieuwe idols van de monumenten hier. zij is op zoek geweest, nou, jullie zijn geloof ik op het Binnenhof geweest, hè? Heb ik gelezen. De Ridderzaal en ook de werkkamer van de minister-president, het torentje.
Het is een vrij klein kamertje eigenlijk, toch? Stel niet zoveel voor, het heeft een hele grote reputatie, maar het is eigenlijk gewoon een klein rond kamertje. Maar het is ook, het is de plek, het is ook heel onhandig allemaal daar, maar we blijven het daar wel doen. Want ja, het is toch, het is zo gezellig en het is ook, het heeft een geschiedenis. Er zijn mensen die weten weinig van dit soort dingen. Ik las in dat een enquête is geweest dat 85%, moet ik even kijken, wie kwam er ook alweer uit Rotterdam? Mitchell kwam uit Rotterdam. 85% van de, 65% van de Rotterdammers die denkt dat de Erasmusbrug door Erasmus is ontworpen. Wist je? Wat concluderen wij over Rotterdam? We hebben nou, dus onze schatten laten een hele onverwachte kijk zien op al die dingen. Het plein in Den Haag, die noemde het eigenlijk al. Dat kun je zien vanuit het Binnenhof. Die plek, daar zijn jullie ook geweest kijken. Dat is een heel besloten plein, is ook een echt plein. Museumplein, dat probeert altijd plein te zijn, maar dat lukt maar niet. Door de manier waarop dat, het is eigenlijk niet omhuld. Het is een soort groot grasveld met gebouwen eromheen. En dat is voor de gemeente Amsterdam ook een groot probleem altijd bij plannen maken. Want ze willen naar toeristen, maar toeristen willen naar een plein, maar niet naar een voetbalveld. Dus nou goed, het is gelukkig, moet ze daar in Amsterdam een oplossing voor verzinnen. Het Schouwburgplein, heel modern in Rotterdam. Met moderne materialen. En de kunst daarbij is eigenlijk om daar dus te leren daarnaar te kijken. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Vorig jaar was er in Oerol. Dat is, als jullie ook een keer tijd hebben, heel leuk. Een theaterfestival, locatietheater op de Schelling. Daar was een voorstelling. En die is net weer hervat vorige week. Was ook wel publiciteit omheen van de Warme Winkel, heette dat gezelschap. Voor liefhebbers van toneel. En die hadden een voorstelling heette Rainer Maria, met stukjes uit Rilke, een Duitse schrijver. En zijn motto was, ik leer zien. En dat vind ik wel een mooi motto, want we kunnen allemaal lang zien. Maar de manier waarop je ziet, die wordt van een heel groot deel, dat is aangeleerd. Je moet er naar leren kijken, je moet leren er doorheen kijken. En dat is dus een beetje, dus, daarom begon ik ook met Indiana Jones. Dat als je naar een paar oude ruïnes kijkt en je leert kijken via de ogen van zo'n Indiana Jones film, dan komt het opeens tot leven. En dan wordt het opeens heel veel interessanter dan wanneer je denkt van, god, er liggen een paar stenen of er zit er een gat in de grond. Dus ik denk dat het belangrijkste van deze serie is dat jullie nu Nederlandse jongeren leren zien, leren om je heen kijken en zeggen, goh, kan ik zien in welke stad ik ben of in welke provincie ik ben? Als ik een hunebed zie, hey, wat zijn we niet in Zeeland? We gaan er geen enquête van maken, wie weet waar de hunebedden staan. Er is allemaal, ik moet nog even mensen bedanken. Mijn medewerkers vonden dat ik moest beginnen met OCW te bedanken, ons eigen ministerie. Dan de Mondriaan Stichting, die het ondersteund heeft. Er werd net al genoemd de Bos Film, de co-producent RPS. En natuurlijk vooral de hoofdrolspelers Arantxa, Mo, Mitchell en Marianne. Daar gaan we zo nog even hard voor applaudisseren. En dan gaan we kijken naar die filmserie. Of het eerste stukje daarvan, geloof ik. Hè? En dus de datum is 8 november. Nog een paar nachtjes slapen. En dan mogen we het allemaal op de Nederlandse televisie zien. En dan worden jullie wereldberoemd. Dank daarvoor. Succes met jullie carrière op dat punt. En laat maar gewoon snel kijken. Ook mensen, waaronder Julia, die wil ook even een bloemetje aan willen bieden. Ja. Julia heeft alles geregisseerd en heel vaak opnieuw geroepen. Dus. Ja. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en veel plezier.